Yo, beste kijkers, veel gevraagd. Hier ben ik weer, Dion, met een nieuwe video. En vandaag hebben we weer een hele nieuwe Pokémon Go video. En in deze Pokémon Go video ga ik jullie weer een tip geven. De vorige keer dat ik jullie een tip gaf of een glitch, dat was een enorm succes. Veel van jullie vonden het een hele handige tip. En er was ook heel veel bekeken met heel veel support. Dus ik dacht, wat nou als ik weer zo'n tip geef? Want ik weet dat heel veel van jullie nog Pokémon Go spelen. En het is nog steeds een super vet spel. Er komen super vette nieuwe dingen aan, hoorde ik. Daarnaast wil ik jullie even mededelen dat de vorige glitch helaas niet meer te doen is sinds de nieuwe update. De glitch is gepatcht. Blijkbaar hoorde het dus echt niet zo makkelijk te gaan. Maar daarentegen hebben ze met die update het gooien en het vangen van Pokémon makkelijker gemaakt. Dus wat dat betreft is de glitch ook niet zozeer meer nodig. Maar jullie zijn hier gekomen om een alternatief voor Pokefishing te vinden. En die heb ik. Velen van jullie hebben het vast wel gemerkt. Pokefishing ligt er gewoon 24/7 uit. Het ligt er de hele tijd uit. En ik weet waarom dat komt. Dat komt omdat Niantic... Zeg ik het goed? Niantic? Even googlen. Ja, dat komt omdat Niantic third-party development niet meer ondersteunt. Met andere woorden, dingen zoals Pokémaps en Pokeradars, gewoon dingen, live maps, die willen ze eigenlijk blokkeren, aangezien dat de magie van het spel er een beetje afhaalt. Nou ben ik dus van mening, let op jongens, dit is mijn mening. Ik ben dus van mening dat dit mag. Ik vind dat dit gewoon moet kunnen. Aangezien die drie stappen, want vroeger had je van die 1, 2 en 3 stapjes hoe dichtbij een Pokémon is. Die hebben ze bij de afgelopen update compleet weggehaald. Prima, maar nu is het gewoon heel lastig om een bepaalde Pokémon te vinden. Dus is bijvoorbeeld in dit geval Pokefishing was een hele goede oplossing. Maar ligt Pokefishing de hele tijd eruit, maar er is een website die dus nog wel werkt en die ga ik jullie nu laten zien. Nou, hier zien jullie pokefishing.com. Zoals jullie zien, our servers are currently unavailable. Please visit our Twitter for updates. Dit is inmiddels al 4-5 dagen zo en het was een hele goede website. Maar ik heb dus een beetje onderzoek gedaan naar welke websites dan wel zouden werken. Er zijn dus manieren om zelf zoiets op te zetten, maar dan heb je dus een kans om verbannen te worden. Maar er is dus een website die heet Pokehunter. En Pokehunter die werkt wel. Het werkt net wat anders, maar naar mijn mening is het een betere website. Aangezien deze er minder uit ligt. Hij ligt er nog wel eens uit, maar minder. En hij werkt gewoon heel goed. Nou, laten we gewoon kijken. Je begint hier. Je hebt zo'n heel fancy schermpje. Dan ga je dus op een locatie zoeken. Je kan dus niet zomaar als bij Pokefishing klikken op de map. Om een bepaald iets te selecteren. Je moet dus echt een adres opzoeken. Nou, we gaan heel standaard is Arnhem doen. Dan ga je naar Arnhem. Het nadeel van deze is dat er een queue is. Zoals je links of helemaal onderin ziet, staat er your map is currently number 48 in de queue. Maar de queue gaat meestal redelijk snel. Ik ben nu al nummer 16. En zodra die klaar is, gaat die zoeken. Zoals jullie zien ben ik nu bij Arnhem station. En we wachten heel eventjes totdat ik dus uit de queue ben. Oh, dat is dus nu. En nu wordt de map dus geladen. En je zult straks zien dat alle Pokémon zullen verschijnen. Je ziet ook allemaal van dit soort icoontjes. Daar kan je zien dat er gyms zijn. Je kan kijken hoe sterk de gym is. Zo is deze 4000. Zoals je ziet is de map geladen. En zoals je nu ziet is er op Arnhem Centraal niet heel erg veel Pokémon te vinden. Dat kan komen omdat er momenteel geen Pokémon trainers zijn. Want Pokémon spawnen pas zodra er trainers zijn. Nou ja, langzamerhand spannen er steeds meer Pokémon. Het kan dus misschien ook even duren hoor, dat de map wat langer duurt om te laden. Maar zoals je nu ziet, zie je hier al een Zubat, een Shellder, een Weedle. En zoals je al kan zien, als je er overheen hoovert met je muis, dan kun je dus ook echt zien hoe lang het nog duurt. Dat komt bij Pokefishing ook, maar dat kan hier dus ook. Dus dat is super handig. Het enige grote nadeel aan deze website is dat je niet zomaar eventjes terug kan gaan. Je moet dus echt helemaal terug opnieuw naar pokerhunter.com op een nieuw adres in te vullen. En het is dus niet zo enorm makkelijk. Nou jongens, dit was dan ongeveer de video. Ik hoop dat jullie... Wow, wacht eventjes. Oké, jongens. Voordat ik deze video beëindig, ik was net klaar met opnemen van deze video en ik refresh de website. En opeens is de complete layout veranderd en de website is momenteel eventjes unavailable, dus niet bereikbaar. Blijkbaar is de complete website veranderd. Als ik zo even snel kijk, zie ik dat je met GPS kan werken, wat je dus bij Pokefishing ook kon doen. Dus ik denk, ik monteer dit er nog even snel in. Het is gewoon echt enorm random dat ik nadat ik de video heb opgenomen, dat opeens de website is geüpdate. Op zich heel positief, maar het kan dus zijn dat hij er vandaag even uit ligt. Maar ik ben blij.
Nou, laten we dan maar verder gaan met het outro. Nou jongens, dit was de video. Ik hoop dat ik jullie goed heb kunnen informeren. Zo ja, drop dan eventjes een like. Als je deze website al kende, drop dan natuurlijk ook eventjes een like. Abonneer ook eventjes op de Veelgevraagd voor meer video's zoals Pokémon Go, Minecraft Trolling, noem maar op. We doen gewoon van alles. En laat ons even weten via Twitter, @Veelgevraagd. Of jij natuurlijk een hele vette Pokémon hebt. Dus ja, stuur dan eventjes een screenshot. Dan liken wij eventjes de tweet. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Peace!